Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag spelen we terug Half-Life Blueship. Laatste keer gingen we door een teleporter en drie keer aan we zijn beland. Je hebt het sowieso gezien aan de titel. We zijn terug in Xen. En zoals je ook ziet op beeld, we gaan echt gereept worden door die beesten. Dus nou eventjes lopen. Ah ja, die... Zo. Oké. Rustig. Rustig. Oeh ja, de gravity is hier anders. Ik hoor een healing pool. En dat vind ik geil. Oh yeah, healing pools. Oké, maar raak ik er zo op? Wacht. Denk het wel hoor. Nee, ik denk het niet. Denk het niet. Ah, maar ik denk wel dat ik er zo op geraak. Ah, maar dat is wel jammer. Ik kan niet long jumpen. Wat ik op zich wel jammer vind, want ik heb de long jump suit niet. En nu zijn we echt rings, hè? Want zoals de meeste weten, zijn we in Opposing Force ook even in Xen geweest. Plot twist. Ik heb achteraf opzoekwerk gedaan. Ik ga de als je niet weet over welke aflevering ik heb, er staat nu een infokaart rechtsboven. In die aflevering waren we dus naar een alienwereld gegaan. En ik dacht dat dat Xen was, maar dat bleek niet Xen te zijn. Dat bleek de wereld te zijn van de Race X. En wat is Race X? Race X, dat is eigenlijk nog een ander alienras. Dat is door de Xen-monstertjes, dus deze monstertjes, zijn ze iets later in de Black Mesa, ja... Auw, terug meegekomen. Fuck you, zeg. Wee, oké. En... Al die nieuwe monstertjes dus in Opposing Force waren van de Race X. En dat wou ik eventjes zeggen. Dus het, daarom dat verklaart dus de nieuwe monstertjes in Opposing Force. Omdat ze van de Race X zijn, de planeet Race X. Ik heb ook eigenlijk geen idee wat ik moest komen doen in Xen eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk om hier terug te zijn. Uh-oh. What's up met de muziek? Die Dr. Loot. Fuck off. Fuck off, ik zweer het. Die Dr. Rosenberg is nu zo van... Ja... Ik heb geen zelfwoord moeten plegen. Is deze zo'n ondergronds doolhof? Hey! Voilà, ze. In Half-Life 1 waren die druk allemaal. Allemaal dood. Maar op dit moment zit Gordon nog niet in Xen. Dus eigenlijk een plot twist. Ik wist helemaal niet dat er iemand voor Gordon in Xen is geweest. Dat weten we nu wel. En daarom is het leuk om de DLC packs te spelen. Ja. Oeh yeah, DLC. Nee, dit is in de tijd wanneer DLC nog niet overpriced is en nog goed was. Maar ja, op zich is het niet meer een DLC, want het is echt... dit is eerder een expansion pack. Oké, dat komt tot hetzelfde neer, maar het verschil is een expansion pack. En een DLC is dat, dat je het expansion pack gewoon alleen kunt spelen, denk ik, hè. Alleen bij de Sims is dat niet zo. Nevermind. Oké, deze is echt zo één fat doolhof. Heb ik hier zin in? Nee. Is mijn neus verstopt? Ja. Effectief, ja. Ik ben echt ziek geweest. Maar hey. Ik heb slechtere tijden gehad in Xen. Dit level is nog sava, denk ik. Oh, het voel. Ik weet echt niet naar waar ik loop. Ik heb zo'n gevoel dat zo de andere kant eigenlijk zo de juiste kant was. Zo. Slet. Daar spring ik dus al niet in. Maar hier is wel een healing pool, dus... Het kon slechter. Ik denk eigenlijk wel dat je hierin mocht springen. Ja, want ik zag dit. Ik zag motherfucking dit. Oeh yeah. Fuck you. Ik zweer het. Maar het is eigenlijk wel de onderkant. Oh, what the fuck. Echt veel headcrab. In Opposing Force waren er helemaal niet zoveel headcrabs eigenlijk. Echt bijna geen zal, denk ik. Ah, nu ben ik terug hier. Oké, ik ga wel terug naar daar. Maar dit meertje ging wel vrij diep. Wat is er te zien dan misschien? Oh. Oké. Ik wist dat er iets te zien was. Geen nood.
plot. Oh nee, let's see. Zo. Zeg. Nu al wel bekrachten. Ik ga nu naar hier. En ik denk dat ik juist ga, want er stond loading. Dat zegt al vaak veel. Ja, ja, ik zit juist. Nice. Ik herken dat geluidje van ergens. Seems legit. Ik ga even save, want ik vertrouw dit zo hard niet. Ik heb echt zo hard het gevoel dat ik hierin ga vallen. Ja, zeker met die muziek. Called it. Fucking called it. Oké, wat ben ik blij dat ik een minuut geleden heb gesaved. Oké, als die stenen nu gewoon stil stonden, was het echt wel 10 keer leuker geweest. Oké. Oké, die stenen staan stil nu, man. Zo. Nice. You son of a fucking bitch. Allee. Hoe kon ik die shit dan weer ontwijken? Oké, nice. Zo. Hello there. General Kenobi. Oké, sorry. Oh. Nog eentje. Oké, so far so good, denk ik. Nog niet echt een challenge yet. Oké, ja, het pakt een beetje. Zo. Ja. Oké, dat was nipt. Oké. Zo. Oké, ik ga niet te luid roepen dat er geen challenge is geweest, want dan krijg je zo'n dingen. Ik ga ook niet te lang wachten. Moet ik het weer verpesten in de fucking void vallen? Dat is zo typisch. Zo. Haha. Oké. Hey! Man, slet. Geen armor meer, dat is kut. Maar er is een healing pool, dus het kon erger. We blijven optimistisch. Maar even serieus. Als dit... Ah nee, dit kan niet de laatste deel zijn. We gaan nog terug naar Black Mesa. Anders zou Blue Shift al heel kort geweest zijn. Maar ik heb gezegd, het begint. Het is korter dan Opposing Force, dus... Ik zou er niet van verschieten als ze uit Xen zijn dat dan... Dat het dan al eens bijna gedaan kan zijn. Maar we hebben nog geen Black Ops gezien, dus ja... Fuck you, bitch. Aha. Hello there. Ah, dacht even dat niet kapot ging ofzo. Oké. Even een shotgun pakken. Nice. Going on a trip. Fuck off. Oké, het is dood. Ik heb zoveel van die dingen. Oh, deze wordt episch. I'm fucking calling it. Wacht, is hier nog iets op de bodem? Oké, ja, nee. Weehee. Er is wel een jump pad. Ik heb, om eerlijk te zijn, slechte herinneringen aan jump pads, maar ik weet al waar ik in moet. Et voilà. Zo. En er is weer nog een marker. Er zijn eigenlijk vrij veel van die, die gastjes naar Xen gaan. Vrij veel.
Whoa, yo, check the graphics. Oh. Ah. So. Hello there! Sorry. I'm gonna call these out just to have it. Okay. So. Can you leak Sen and fucking Half-Life gewoon? En gewoon Half-Life? Was echt wel 10 keer moeilijker. Nee, is gewoon peanuts om eerlijk te zijn. Dit is gewoon wat Half-Life een beetje discoveren. Nee. Fix mij een goede jump. Thanks, matey. Ja, die landing pads, dat was ook een gezever, hè. Ah. Oké. Okay. Oh, what the fuck hebben die hier gemaakt? Ah. I'll take that. Yeah. Ik kan hier iets doen, hè? Ja, no shit, Sherlock. Wat de fuck moet deze shit voorstellen, trouwens? Ik ga gewoon hier eens in zien. Ik denk gewoon, what the fuck, je hebt hier echt een lapje gemaakt ofzo, dat is fucking cool. Ik hoor niet, dat is gewoon troll, ik hoor een healing pool, maar er is geen healing pool. Dat is zo'n bullshit. Ah nee, dat is geen healing pool. Ah, sorry, ik ben zat. En hoe moet deze shit aan? Aha, power. Oké, ik heb power. En een snotneus, dus wacht even. Er is iets gebeurd. Oh, er is iets gebeurd. Aha. Oké, wat doet deze shit? Wacht eventjes. Ik weet wat ik moet doen. Denk ik. Voilà, ja, inderdaad. Druf naar andere kant. Ah, nice. Oké. Okay. Wow, dat is zo cool. Uh-oh. Ligt nog een hellback. Oh, wow. Ah ja. Oké. Okay. En jij krijgt daar ook het launcher. Oké. Okay. Is er nog iemand kwaad? Is er nog iemand kwaad? Want dan krijg je de fucking revolver op je gezicht. Okay. Zo'n sled. Oh, fuck off. Die bitches. Die heb ik dus nu eens niet gemist. Oké. Okay. Er ligt nog een hellback. Hierin. Oké. Okay. En dat was die twee. Oké, okay, ik vind het. Dat deed niet veel, maar beter. Oké. Okay. Kijk hier, er is een healing pool. Aha. Wacht eens eventjes. Fucking slet. Aha. How to fucking waste bullets. Ik vind Blue Shift denk ik iets leuker dan Opposing Force. Toch wel, ja, ja. Alhoewel, ja, nee, ik weet niet. Opposing Force was gewoon moeilijker. Deze is eigenlijk vrij easy. Buiten dat ene dingetje dan misschien. Of ik ben gewoon cool geworden Half-Life. Wat een slet.
Okay. Oh, bile. Bile. Oké, dat is voor één. Doe jij nog? Nee, niet zo'n slet. Zo. Oké. Nice. Oh, drop op. Why do you even try? Eh. Good headcrab guest. Okay. Nice. Thanks. Thanks a lot. Wow, yo. Ik word echt zot van die headcrabs. Ik zweer het. Headcrabs zijn nog nooit zo irritant geweest. Back off. Deze ziet er niet legit uit. Ah, seems legit. I knew it. Bitch. Aha. Maar wat er gebeurt als we terug door de teleporter gaan, dat is voor de volgende keer. Dus vond je deze video leuk, was het een blauw ruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer verder met Half-Life Blue Shift. En ik zeg ciao.